Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn naam is Daphne. En ik ben Kiki. En wij zijn Zuid-Afrika-specialisten bij Rixa Travel en nemen jullie vandaag mee online op naar een van onze favoriete bestemmingen. Wij zijn dus de Zuid-Afrika-specialisten, maar werken hier zeker niet alleen. We werken met een heel team, collega's, reizigers. Dus inderdaad, we zijn zelf reizigers en werken voor jullie als reizigers. Samen met jou bouwen we jouw ideale reis naar Zuid-Afrika in dit geval. Dit doen we door met jou in gesprek te gaan. Wat zijn jouw wensen? Wat zijn onze producten? En die twee samen maken de perfecte reis. Ja. Nou, onze reizen, we willen dat onze reizen echt betekenisvol zijn. Daarmee vinden we het belangrijk dat ze goed voor de wereld zijn, maar ook goed voor de lokale ondernemers, hè, onze lokale agenten te plaatsen, bieden een eerlijke prijs, zodat ze daar ook goed hun gezin kunnen onderhouden. Willen natuurlijk dat jij onvergetelijke reizen hebt, maar dat die ook duurzaam en verantwoord is. Dit doen we niet alleen in Zuid-Afrika, maar inmiddels op meer dan 50 verschillende bestemmingen. Ja, en we hebben ook nog een apart family product. Dat kun je ook zien op de sheet waar een blauw icoontje van Rixa Travel, Rixa Family achter staat. Dus niet overal, maar wel echt heel veel bestemmingen waar je dus ook met je gezin naartoe kan gaan. Ja, en kom ik straks nog even terug. We hebben een aparte sheet ook voor de family producten. Met een kleine aanpassing is die reis inderdaad heel erg geschikt om samen met je kinderen te maken. Groot of klein, zelfs met een baby kun je al ver op reis. Onze reizen in Zuid-Afrika onderscheiden zich van andere reisbedrijven door onze plekken. We kiezen ervoor om jullie te laten overnachten op sfeervolle hotels, op bijzondere plekjes. Alle plekken hebben wij zelf bezocht en weten zo hoe we de juiste route voor je uit kunnen stippelen. Die niet standaard voelt, zodat je niet in de massa terecht komt ter plaatse. We verzorgen en ontzorgen. Betekent, we reserveren de hotels en de vlucht. Maar ook bijvoorbeeld die fiets, de mountainbike in Swaziland, die staat dan voor je klaar. Het scheelt je gewoon ontzettend veel tijd als je daar bent, dat je niet meer alles vooraf hoeft te regelen. Dat je gewoon echt lekker kan gaan genieten. En het family label, hadden we het al even kort over. Zijn we hartstikke trots op. Want hoe leuk is het om samen met je kinderen een verre bestemming te ontdekken. En vooral ook Zuid-Afrika, waar je ook naast natuur en heel veel dieren ook cultuur kunt beleven. Maak het reistempo net iets lager en de afwisseling in activiteiten ook voor de kinderen interessant. Niet alleen voor kleine kinderen, ook voor tieners, zeker aparte bouwstenen. Kiki, wanneer kan ik nou eigenlijk best naar Zuid-Afrika gaan? Je kan eigenlijk gewoon het hele jaar door naar Zuid-Afrika. Het is goed te weten dat er twee verschillende regio's zijn met net even wat ander klimaat. Dus je hebt het noordoosten waaronder het Brugerpark valt. Daar heb je echt een droog en een regenseizoen. Het droge seizoen is eigenlijk een beetje onze zomer. Goede tijd om ook die kant op te gaan, want dan kun je heel goed wild spotten. Want dan zijn de bladeren van de bomen. En daarbij komen er dan echt waterpoels, omdat er niet veel regen is. En daar komt het wild dan weer op af. Dus je kan gewoon echt beter inschatten waar de dieren zijn. En dan heb je ook nog het zuidwesten, dus waar Kaapstad de tuinroute onder valt. En daar heb je wel echt de vier seizoenen, zoals we dat in Nederland ook kennen, maar dan andersom. Okay. Dus onze zomer is daar de winter, dus wil je in de zomervakantie die kant op gaan, hou dan wel rekening dat het wat frisser is en dat het dus niet een zonvakantie wordt. De drukkere maanden zijn wel echt december, januari, want dat is hun zomervakantie en dan gaan ze ook zelf veel in hun eigen land weg. Dus mocht je in die periode willen gaan met kerst, boek dan wel echt ruim een jaar van tevoren om wel die leuke plekjes te hebben. Ja. Als wij je reis boeken we je reis met het vliegtuig. En je vliegt bijvoorbeeld met het KLM rechtstreeks naar Johannesburg en naar Kaapstad. En ter plaatse regelen we een huurauto voor je.
Je rijdt dus zelf. Let even op, je rijdt aan de andere kant van die weg. Dus altijd even wennen de eerste dag. Maar daarna ben je gewoon ook lekker vrij om zelf je route te plannen en je stops. Dus dat is echt een hele fijne manier. Dit is dan het voorbeeld van de route die je reist. Dit is de drieweekse reis. We nemen je vandaag misschien iets te snel door de route heen. Maar we zijn er vandaag en de rest van de week nog om wat dieper op de route een beetje in te gaan. En samen jullie vragen te beantwoorden. Maar deze route gaat helemaal in 3 weken van Johannesburg naar Kaapstad. Hier zie je ook goed dat regioverschil. Hè? Dus je hebt Johannesburg, tot en met Oemslangen, dat is dus echt dat noordoosten. Ja. En dan kom je aan op de tuinroute tot aan Kaapstad. Wat weer, ja, dat is wel belangrijk inderdaad, dat je dat stukje ook vliegt naar Port Elizabeth. Maar daarover in het ja. Nou, wat we al even zeiden, je begint de reis in Johannesburg. Je kan rechtstreeks vliegen met KLM, stap je 's morgens in het vliegtuig en 's avonds kom je aan. Met geen tijdverschil, of soms 1 uurtje, ligt even aan de zomer-wintertijd, maar nauwelijks dus tijdverschil, wat heerlijk is. Je slaapt dan een nachtje vlakbij de luchthaven. Want we willen niet dat je dan nog ineens heel ver moet rijden. Dus we boeken een airport lodge. Daar word je met een transfer naartoe gebracht. En de volgende ochtend komt er dan onze lokale agent ter plaatse. Die komt dan langs om je nog even de reis met je door te nemen. Wat tips te geven. Mocht je vragen hebben, kun je die stellen. En de auto wordt dan ook bij je lodge gebracht. Dus dat is wel gemakkelijk, zodat je dat niet zelf hoeft te gaan ophalen. 1 nachtje dus. Als je echt een stadsmens bent, je houdt van de geschiedenis, want zo'n stad waar veel geschiedenis ligt, laat het ons dan even weten, want we kunnen wel degelijk ook langer inplannen daar. Nou, vervolgens reis je naar de Blyth River regio van de bekende panoramaroute. Dit is wel een lange rit, dus dit is ongeveer 5-6 uur rijden wel. Maar ja, dan kom je dus aan de Blyth River regio en dat is fantastisch, daar heb je echt hele mooie natuurverschijnselen. Je hebt de 3 rondavels, je hebt God's Window, waar je echt dat weidse uitzicht hebt over het Krugerpark. Soms zie je zelfs Mozambique liggen als het zonnetje schijnt en het helder is. Hier kun je ook allerlei activiteiten doen. Ik geloof dat jij was wezen raft ook met je kinderen. En je kan, die route rijden is al een activiteit op zich. Je kan het hier ook zien. Het is een canyon, het is watervallen. Het is gewoon heel bijzonder. Je kan hier 1 nacht blijven, je kan hier 2 nachten blijven. En mocht je echt de tijd hebben, kan je hier makkelijk ook 3-4 nachten blijven. Ja, dat hebben wij toen gedaan. Ja. Ja, het is echt een hele mooie regio. Dat kan je ook zien. Dat kan je ook echt met kinderen doen. Hartstikke leuk. Vooral in de zomermaanden is het water laag. Dus als de kinderen schoolvakantie hebben, kun je al met kinderen vanaf een jaar of 5 in zo'n raft, want dan is het water op zijn laatst. Ja, dat is leuk. Nou, de accommodaties die wij hebben, Daphne had het al even benoemd, echt kleinschalig en sfeervol, weg van de massa. En daarin hebben we ook nog wel verschillende categorieën. Dus onze standaard accommodaties zijn echt al fantastisch. En mocht je net even wat meer luxe of comfort willen, laat het ons even weten, want ook daarin kunnen we jullie helpen. Nou, na die mooie regio van de Blyth River te hebben gehad, ga je naar het Krugerpark. Je slaapt eerst 2 nachtjes in een privéreservaat. En een privéreservaat, dan slaap je echt in zo'n mooie safari-lodge, wat je dan vaak ook in magazines ziet. En alles verzorgd, ook activiteit. Je gaat op game drive met een gids. En dat is voor mij echt de ultieme safari-beleving. En vervolgens, daar slaap je dan meestal 2 nachtjes. En vervolgens slaap je ook in het Krugerpark zelf. Even goed te weten wat het verschil is. Dus in die privéreservaten mag je niet zelf rijden. Dus daar ga je echt met een gids op pad. En in het Krugerpark mag je dus wel zelf rijden. Dus dan ga je echt, nou heb je alle ervaringen opgedaan samen met die ranger. Waar je op moet letten, welke sporen je kan volgen. En vervolgens kan je dat dus zelf gaan doen in het Krugerpark. Hier slaap je in een wat grootschaligere accommodatie. Dat wordt ook door de overheid beheerd. Dus er zijn, zij steken daar niet heel veel geld in. Het is vrij basic. Ja, het is schoon en het is comfortabel. Verwacht hier gewoon niet te veel. Maar tof is wel dat je echt tot zonsondergang de dieren kan spotten. En bij zonsopgang ben je ook weer de eerste om naar
ja, naar de dieren op zoek te gaan. Game drives kun je hier ook doen. En daar had je eigenlijk ook met kinderen wel wat. Ja, zeker. Ook vanuit die restcamps inhuur kun je een game drive boeken. Als je toch teleurgesteld bent over je eigen spotkwaliteiten. Dat is best lastig om zelf het wil te vinden. Maar met kinderen was het ook goed te doen. Kijk, het is natuurlijk wel even stilzitten. Kan je ze wel op voorbereiden. En ze moeten ook rustig blijven achterin. Ja. Maar hoe tof als ze dat dier zien. Dan zijn ze echt al gelijk beloond voor hun geduld. En, het is ook vroeg opstaan. Maar 's middags weer even chillen. Ja, dat is ook voor kinderen perfect. Hier nog even wat foto's van hoe dichtbij je dus ook eigenlijk komt. Hè? Want je komt echt dichtbij. Die rangers zijn ook, en dit is dan vooral met een game drive, maar die zijn allemaal hartstikke goed opgeleid. Dus die weten ook precies en die kunnen echt die dieren lezen, hè, zodat je niet in gevaarlijke situaties terechtkomt. De accommodatie wat ik al even zei, hè, dus echt die toffe safari lodges waar je in slaapt en in het Krugerpark. Dus die wat meer basic accommodaties. Nou, na het Krugerpark ga je door Swaziland heen. Eswatini heet het tegenwoordig, maar de meesten kennen het nog wel als Swaziland. Dit is een grensovergang, dus hou daar wel rekening mee. Het kan hier wel wat langer duren om die grens over te gaan. Maar dan kom je dus echt in een heel nieuw koninkrijk. En je kan hier één nachtje slapen en dan ben je echt op doorreis. Hè? Dus als je niet al te veel tijd hebt, het is te ver van het Krugerpark in één keer naar de kust Sint Lucia te rijden. Dus het is dan een tussenovernachting. En je kan hier makkelijk ook langer verblijven. Want hier kan je dus ook echt hele leuke activiteiten doen. En wildspotten, vaak wel wat kleiner wild. Maar je kan wel echt op de fiets of paard rijden. Ja. Nou, dat hadden jullie fietsen gingen rijden. Dus dat is met kinderen ook ontzettend leuk. Ja, en dit vonden ze ook geweldig. In zo'n bijenhuisje slapen. Ja, echt proberen tijdens zo'n 3 weken echt heel veel afwisseling te geven in die accommodaties. En dit is echt een voorbeeld van meer traditioneel. Een bijzonder plekje. Ja, dat was echt leuk. Vervolgens rijden dus door naar Sint Lucia naar de kust. Dus weer even rekening houden met die grensovergang. Dit is ook echt wel een reisdag. Best wel flink stukken rijden, dus hou daar rekening mee. Sint Lucia, nou je ziet het al gelijk, staat echt bekend om de nijlpaardenpopulatie. Je gaat hier ook een boottocht doen over de rivier. Nou, je hoeft niet bang te zijn dat je ze niet spot, want ze liggen echt overal. Met die kopjes zo boven water en al vaak echt in groepjes bij elkaar. Maar naast nijlpaarden ook krokodillen, allerlei vogelsoorten. Dus je doet hier echt een 2 uur durende boottocht. Nou, spot ontzettend veel. Het dorpje, het is al wel spot, maar wat ik nog wel zeg, het dorpje zelf is wel echt ook een heel erg leuk, best wel toeristisch dorpje, maar dat is wel heel leuk, want je hebt allemaal leuke barretjes en muziek. En wat ik heel bijzonder vond, is dat hier die nijlpaarden dus ook wel eens aan land komen en dus over straat lopen. Dit is heel mooi, maar ook wel gevaarlijk. Dus we raden ook altijd aan om met je auto naar een restaurant te gaan, want je wil niet oog in oog komen te staan met een nijlpaard. Dat kan zelfs echt gevaarlijk zijn. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat we daar zo over de straat lopen. Wat je ook kan doen vanuit Sint Lucia, ook hier vandaan kan je echt wel veel dagtrips doen. En langer blijven als je de tijd hebt. Dit is het Sluislua National Park. Het is een park wat qua natuur heel anders is dan het Krugerpark, waar je dan daarvoor vandaan kwam. Het is een stuk groener, maar ook wat bergachtiger, heuvelachtiger. Dus ik vond dat wel heel bijzonder om dat contrast te zien. Je mag hier zelf doorheen rijden, maar eigenlijk raden we dat niet aan. Omdat het juist zo wat bergachtiger is, is het nog wel wat moeilijker om wild te spotten. En die rangers, die weten gewoon precies wat ze moeten volgen en hoe ze moeten, waar ze op moeten letten om wel echt wat te laten zien. Dus dit is een hele dagtrip. Echt een absolute aanrader. Naast Sint Lucia ga je naar je laatste plek van de noordoostkant voordat je weer in het vliegtuig stapt naar je volgende plek. Je slaapt een nachtje in Umhlanga. Umhlanga is een dorpje net buiten, klein stadje, net buiten Durban, omdat Durban gewoon te groot en te chaotisch is om te slapen. Dus hier slaap je dan één nachtje, omdat je de volgende ochtend dan de vlucht naar Port Elizabeth pakt. Zo'n uur en een kwartier vlieg je naar Port Elizabeth. En daar vandaan ga je weer op safari. Ga je naar het Addo Elephant Park. De naam zegt het al, Elephant Park. Het is echt
door de grote populatie olifanten die ze er hebben. Maar ze hebben ook gewoon echt de Big Five. Zelfs de Big Seven, want ze hebben het ligt aan de kust, vlakbij de kust. Waar ze dus ook de witte haai en de walvis hebben. Dus daarom zeggen ze ook wel eens, nou, de Big Seven kan je daar spotten. Het is ook een park waar je zelf doorheen kan rijden. Of je kan een game drive boeken. En dus je gaat echt weer zelf op zoek naar... Ja, want in Port Elizabeth krijg je weer een nieuwe huurauto. Oh, ja, dus je leeft de huurauto in Durban in. En je krijgt weer een nieuwe huurauto in Port Elizabeth om het volgende gedeelte van je reis te bereizen. Ook hier hartstikke toffe accommodaties. Net buiten het park hebben we ook wel wat in het park. Maar dan zit je weer meer met die rest camp gevoel. Wat weer niet heel bijzonder is. En we vinden het juist weer leuk om die bijzondere accommodaties te bieden. Dan rij je over de tuinroute. Die bijzondere tuinroute. Hè, die staat ook in bloei in de lente. Dus onze herfst. Dat is wel de mooiste periode om die route te rijden. En dan kom je uit op je volgende bestemming Nijsna. Hier heb je een hele grote laguna. Dus die komt in zee uit, maar je hebt echt ook een hele grote laguna waar dat dorpje, stadje een beetje omheen ligt. En hier kun je wel iets heel tofs doen en dat heb jij geloof ik met je kinderen ook gedaan. Ja, je kunt die township tour doen hier. Dus mocht je dat niet in Johannesburg hebben gedaan, kun je dat ook hier doen. Wij vonden het leuk en ook heel leerzaam en ik zag ook dat de kinderen ervan genoten. Ja, ik bedoel... Ja, ze zijn hele gelukkige mensen. Je ziet hoe ze met je leven, hoe ze op straat spelen. Het schooltje hebben we toen gezien. Ja, het was echt een leuke stop. Ja. Na Nijsna ga je weer een beetje het binnenland in. Oudshoorn, ze zeggen ook wel een beetje de outback. Dus het is weer een hele andere omgeving. En dit staat echt bekend om de struisvogelpopulatie. Dus heel veel struisvogels, struisvogelboerderijen ook, waar je heen kan gaan. Je hebt hier ook grotten, die kunnen we ook voor jullie inplannen. Dat je echt, het zijn heten dan de Kango Caves, maar dan... Ja, het zijn echt een heel groot grotstelsel, dus avontuur kun je hier ook doen. Je hebt een hele mooie pas die je kan mountainbiken, de Zwartbergpas. Kan je af mountainbiken of rijden natuurlijk, met kinderen kan je het niet met de fiets doen, maar kan je weer rijden. Dus dit is echt een stukje binnenland. En hier kun je dus ook echt... Die tent was echt ook weer een hit. Gewoon weer zo anders en... voor kinderen gewoon ook super leuk. Maar ik denk ook als stel dat hele gezellige verblijfplek is geweest. Ja, echt die afwisseling is heel bijzonder. Het is niet dat het hier koud wordt, hè? Want soms is het wel in de winter. Maar je ziet het ook, je hebt echt wel een kacheltje. Ja. En in de zomer wordt het ook niet te heet, want het zijn echt luxe tenten. Ja. Het wijngebied. Voor veel mensen misschien ook wel bekend, Stellenbosch wijnen. Dit is weer echt... een prachtig stukje natuur. Dus echt die bergen waar je dan die wijnranken hebt. Hier heb je heel veel wijnhuizen. Je kan ook slapen echt bij een wijnhuis. Je kan hier zelf wijn gaan proeven. Fietstochten kun je hier ook doen. Vanaf 4 jaar. Dus dat ze echt in dat bakje achterin ook kunnen. Jonger kan echt niet. Maar ook voor stellen en gezinnen met wat oudere kinderen. Is dat natuurlijk hartstikke leuk om door die wijnvelden te gaan. En wijn te proeven. Dus ja, wel handig op de fiets. Daarom inderdaad op de fiets. De reis eindigt in Kaapstad. Ja, eigenlijk ook niet te missen tijdens je reis naar Zuid-Afrika. Dit is wel echt een fantastische stad, een metropool. Ontzettend veel te beleven. Je ziet op deze foto ook die Tafelberg. Ligt wel vaak in de wolken. Dus kijk 's ochtends altijd even goed hoe het weer is. Is het niet bewolkt, ga wel gelijk. Ja. Wacht niet tot de middag, want dan komt er vaak wel weer een wolkenveld eromheen. Hier vandaan, je kan dus de Tafelberg zelf beklimmen of met de kabelbaan. Boulders Beach, Kaap de Goede Hoop, die peninsula kun je een keer een dagtrip heen maken. Echt die pinguïns kun je daar bezoeken, het uiterste puntje van Zuid-Afrika, van het Afrikaanse continent zelfs. Je hebt hier de Chapman's Peak Drive, een van de mooiste ritten van routes van de wereld, geloof ik zelfs wel. Dat is echt heel bijzonder. En natuurlijk Rob Eiland kun je met de boot naartoe. Ja. Stuk geschiedenis. En hier zie je nog een beetje links de foto een waterfront. Dus dit is echt aan het water, barretjes, leven, echt de stad. En rechts zie je nog de
Rechts zie je nog de stranden die er omheen liggen. Wat zuidelijker heb je Houtbaai, Camps Bay. Dus mocht je het niet prettig vinden om in de stad zelf te eindigen, kun je er ook voor kiezen om nog lekker aan het strand te eindigen en dan gewoon een dagje naar Kaapstad te gaan. Dus dat hoef je ons dan alleen maar te laten weten en dan plannen we het op die manier in. Ja, reis is de route is dan ten einde, maar mocht je meer tijd hebben, kun je reis absoluut ook heel goed uitbreiden. Dit is Hermanus. Eigenlijk raden we je aan om hierheen te gaan als je reist in juni, ja, tot een beetje zo november, oktober, november. Dan zijn de walvissen hier voor de kust te spotten en plannen we ook de walvisexcursie voor je in. Het is weer het stukje ontzorgen wat we voor je doen. Ja, super tof. Meer actie kunnen we ook inplannen. Dat doe je eigenlijk vanaf Addo. Ja. Als je vanaf dus op een gegeven moment land je in Port Elizabeth, dan plannen we een stukje in Tsitsikamma. Nou, wat kun je hier doen? Echt de natuur in, dus het is ziplinen. Maar ook met de Segway weer een hele aparte manier van het Nationaal Park bezoeken. Je kunt hier ook kanovaren, ja, kajakken. Ja. En die hangbruggen heb je natuurlijk wel. Die hangbruggen, ja, ook super tof. Hoog boven de grond loop je dan. Wil je het echt even helemaal anders, dan kun je ook regelen een kampeervoertuig voor je met één of twee tenten op het dak. En je ziet hier de route, een beetje een voorbeeld. Je kunt dus ook zeggen, nou, ik doe het alleen het eerste stuk van de reis tot aan dat ik naar de tuinroute vlieg. Je zou zelfs dan combinatie kunnen maken met Mozambique. Ja. Nou, ik vertel je graag alles erover. Maar dan slaap je dus in het voertuig waar je ook mee rijdt. Je slaapt heel avontuurlijk. Echt, heel avontuurlijk, maar echt de moeite waard. Ja. Nou, dat zei we al. Combineren met Mozambique. Maar je kunt ook andere landen toevoegen aan je Zuid-Afrika reis. Zoals bijvoorbeeld Namibië. Ja. Je kunt helemaal doorrijden tot aan Windhoek. Zelfs Botswana kun je meepakken. En nou, op het plaatje zie je al de helikopter bij Victoria Falls. Ook dat is een leuke combinatie met je reis door Zuid-Afrika. Kiki vertelde al, Zuid-Afrika ligt aan zee. Maar echt een lekkere tropische afsluiter hebben we daar niet. We kunnen wel een vlucht voor je regelen richting Mauritius. Waar je echt in een fijn resort aan zee een tropische afsluiting van je vakantie hebt. Dus laat het ons weten. Ja, pas je reis heel graag voor je aan. Ja. Dit is het einde van de presentatie. Nog tijd voor vragen, denk ik wel. Denk het wel. Even naar de vragen toe. Even kijken hoor. Ik zie hier de eerste vraag. Wat kunnen we het beste doen qua telefonie? Een simkaart daar regelen? Ja, dat zou kunnen. Maar eigenlijk hebben wij allebei het gewoon met onze eigen telefoon gedaan. Ja. Je hebt bijvoorbeeld een applicatie Maps.me. Die kun je offline gebruiken. Google Maps trouwens ook. Ja. Dus wat ik had gedaan is dan van tevoren al die punten waar ik heen ging online toen in die app gezet. Zodat ik hem ook onderweg offline kon gebruiken. En alle hotels hebben internet. Dus het is, je hebt het ook niet echt nodig om een lokale simkaart aan te schaffen. Of het voordeliger is om in Nederland geld te wisselen of in Zuid-Afrika? Oh, ja. Ik heb gewoon daar gepind. Na aankomst op de luchthaven bij Johannesburg. Ja, liep er iemand van de agent zelfs even met mee om het veilige gevoel te geven. Heb ik wat gepind, maar ook daar in de winkels en bij de restaurants kon ik met mijn pinkaart gewoon betalen. En heb ik veel de creditcard gebruikt. Ja. Ja. Ik ook, ja. Ik heb, ja. Je pint wat geld, niet te veel. En je wil daar ook weer niet met hoop geld rondlopen. En voornamelijk pin of creditcard heb ik ook gebruikt. Of je daar het water kan drinken? Nou, ik heb het niet gedaan. Wij hebben dat allebei denk ik niet gedaan. Nee. Gewoon flessen water. Ik heb aan het begin, toen ik de auto kreeg in Johannesburg, ben ik naar een supermarkt gereden. Ja.
Hebben we de hele achterbak ingeladen met alles wat niet kon bederven. Dus flessen water hadden we in de achterbak. Ja, en die supermarkten waren ook echt heel groot. Heel bij het Vlugelpark, bij HCQ was één grote supermarkt waar we ook lekker wat hebben ingeslagen. Ja. Even eens kijken. Is Zuid-Afrika een goed land voor nu in de coronatijd? Nou, dat is een logische vraag in deze tijd. Het is zeker een goed land. Een van de betere. Kijk, we kunnen het natuurlijk niet bagatelliseren. En het is er nu eenmaal, maar het is wel een van de betere landen. Wij voeren daar ook reizen naartoe uit. Al een tijdje. Hè, sinds eind vorig jaar al. Dat is begonnen. Ja, dat we echt weer reizen zijn gaan uitvoeren. Je ziet ook echt dat ze daar al sinds december weer over die piek van de Omicron heen zijn. En de reizigers die daar nu zijn en van onze lokale agent horen we eigenlijk alleen maar positieve verhalen. En dat is, dus het, ja, het kan zeker nu op een veilige manier. Ja. Is het veilig om als twee vrouwen deze route te rijden? Ja, dat heb ik toevallig gedaan. Nou. Ja, de eerste keer dat ik naar Zuid-Afrika ging, ben ik samen met een andere vrouw, samen met z'n tweetjes op pad gegaan. En wij voelden ons gewoon ontzettend veilig. Ja, in de huurauto, lekker op pad. Kijk, natuurlijk moet je altijd, maar ja, je moet overal voorzichtig zijn. Maar zeker niet onveilig voelt. Nee. Is Zuid-Afrika aan te raden met een baby? En 6 en 9 jaar. Nou, jij bent natuurlijk met kinderen geweest, met hele jonge kinderen. Is het zeker aan te raden. We moeten alleen wat dingen aanpassen. Maar dit is een van de verre landen waar je juist met hele jonge kinderen ook goed heen kan gaan. Je hebt je eigen huurauto. Je kan stoppen wanneer je wil. Je kan ook de reis zonder binnenlandse vluchten maken. Zodat je een van de twee kiest. Dus dat je ook niet nog eens een vlucht tussendoor hoeft te nemen. Rechtstreeks vliegen. Het enige is dat je niet echt mee kan op safari. Er is wel één safaripark waar we samenwerken. Waar je wel met kinderen onder de 6 naartoe kan gaan. Maar de meeste safariparken zijn wel boven de 6. En je moet je ook wel afvragen of je met een baby heel lang, 2-3 uur doet zo'n game drive wel. Of je dan, of een baby zo lang stil kan zitten zonder te huilen. Want ja, anders jagen ze ook wel weer het wild weg. Ja. Dus, dat soort activiteiten kun je dan misschien beter overslaan, maar het kan zeker. Ja, want andere activiteiten kun je met een baby weer heel goed doen als je een draagzak hebt of die kunnen dat wel meenemen. Ja, ja zeker. Is het gevaarlijk? Nou, ik heb daar de ervaring zeker niet mee. Onze reizigers ook niet. Tuurlijk, er kan altijd wat gebeuren. Maar als jij zelf gewoon logisch nadenkt en je bent voor het donker bij accommodatie. Je gaat niet in Johannesburg een sloppenwijk in of in Kaapstad. Je gebruikt je hersens. Je gaat niet met toeters van camera's lopen als je ze niet nodig hebt. Kijk, op een game drive helemaal prima. Maar ga je Sint Lucia 's avonds wel drinken? Laat het thuis. Geen waardevolle spullen in de auto. Dus eigenlijk zijn een beetje die standaardregels die je overal wel moet hanteren. En de plekken waarbij je waar je komt met ons zijn niet de plekken waar het gevaarlijk is. Denk ik niet. Ik zie nog even de beste reistijd. Dat hebben we geloof ik wel al besproken. Mocht het niet helemaal duidelijk zijn, laat het dan nog eventjes weten. Is er een kampeermogelijkheid op de auto met 3 kinderen? Ja, kan. Je kunt maximaal tot 5 personen in die in het vierpersoons voertuig. Ja. Ja. Dus dat is nog. Maar je hebt dan wel maar 2 tentjes. Dus ergens moet je dan die verdeling maken dat je in één tentje met z'n 3 ligt. Ja. Ja. Nou, heel veel vragen over de veiligheid nu met corona. Daar hebben we denk ik ook nog wel even over gehad. Hè? Voldoende. Dus het is veilig nu. Je kan erheen. Tuurlijk zijn er maatregelen waar je aan moet houden. Die veranderen ook de hele tijd. Dus het ligt er even aan wanneer je gaat reizen. Als dit voor de zomer is, weten we ook niet hoe het er dan voor staat. Maar nu op dit moment kun je er gewoon makkelijker heen reizen. Je moet wel PCR-test doen en op de terugreis quarantaineplicht. Maar hopelijk gaat dat er binnenkort ook weer van af. Omdat die Omicron-variant nu overal ter wereld is. Hè. Dus het is al van een land wat echt ontzettend hoge risicogebied is. Is het alweer een graadje lager. Omdat die Omicron-variant nu overal voorkomt. Dus ja, de verwachting is dat dat met de stijgende lijn, de dalende lijnen gaat. En dat het dus de komende tijd weer steeds makkelijker wordt.
Kan je ook vertrekken vanuit België? Zeker, ja. Vanaf Brussel kun je vliegen. Dus ja. Maar niet rechtstreeks, denk ik. Niet rechtstreeks, nee. Ja. Nee, niet rechtstreeks. Dus dan vlieg je altijd wel met een overstap in bijvoorbeeld Dubai met Emirates of Qatar in Doha. Maar daar helpen we je graag bij. Dat zoeken wij voor je uit wat de beste mogelijkheden zijn. Wat is de leeftijd van je doelgroep? Wij zijn 58 en geen ervaren reizigers. Dan is dit perfect. Ja, perfect. Echt perfect. Juist omdat echt dat zorgen en ontzorgen. Dus je hoeft zelf, alles is voor je geregeld, maar je hebt toch dat stukje vrijheid. En als je geen ervaren reiziger bent, dan is dit een van de beste landen om heen te gaan. Juist omdat ja, het is een land wat zelf ook gewend is aan het toerisme. Dus je zal niet voor hele rare dingen komen te staan waarbij je zelf ineens alles moet oplossen. Dus dit is absoluut, Zuid-Afrika is zeker een hele mooie. En vooraf spreek je met ons of onze collega's, maar ter plaatse staat altijd de lokale agent voor je klaar. Mocht je dan nog vragen hebben, kun je die altijd eigenlijk wel bereiken. Ja, echt 24/7 kun je hem bereiken. Dus ook bij noodgevallen, zij zijn er altijd. Is het er in onze zomer ook nog wel groen, zoals bijvoorbeeld op de foto's tijdens het raften? Dat is een goede vraag. Nee, het is tijdens onze zomer, ja, het is wel groen, maar niet zo groen. Want het is wel het droge seizoen, onze zomer. Dat is er wel in wat kalere bomen en niet heel bijzonder groen. Ja, dan moet je het echt weer in het regenseizoen meer plannen. Maar want wanneer, jij was in de zomer ook, hè? Ja, eind juni, begin juli. Ja. Maar toen was het in de sloep was het nog wel groen. Ja. Daar is denk ik altijd wel. Daar is altijd groen. Daar was ik in september en toen was het ook heel groen. Maar in Kruierpark was het heel, heel droog. Ja. Dus die Blythe River die blijft wel wat groen. Hè? Dus het is niet in volle bloei, maar het blijft wel groen. Maar echt dat Kruierpark, dat is, dan zijn de bomen wel echt kaal. Leeg gegeten ook natuurlijk door het wild. Even kijken. Kun je met de 4x4 ook op een campingsite in het Krugerpark overnachten? Ja, die campsites zijn er ook in het Krugerpark zelf. Mocht je vragen hebben, dan helpen we je heel graag. Is het moeilijk om links te rijden? Nou, eigenlijk vond ik dat heel snel wennen. Ja, want omdat alles is tegenovergesteld. Dus het is heel snel. Ja, de eerste keer stap je even aan de verkeerde kant misschien in. Maar ja, dat gebeurt wel vaker. Ja. Maar verder ben je er eigenlijk binnen een paar uur aan gewend. Ja. Hoe lang op voorhand boek je een reis naar Zuid-Afrika? Nou, Zuid-Afrika is echt een hele populaire bestemming. En natuurlijk is het coronatijd en is het niet meer zo druk als voorheen. Maar toch merken we nu weer dat het enorm aantrekt. En ook omdat Zuid-Afrikanen juist nu in hun eigen land op reis gaan. Dus de accommodaties raken toch wel sneller vol. Dus we raden aan, zeker een jaar van tevoren voor kerst. Beetje december, januari en voor de zomervakantie. En voor de rest van het jaar, ja, maanden van tevoren is het allerbeste. Omdat je dan gewoon de zekerheid hebt, of bijna de zekerheid dat en de vluchtprijzen nog goed zijn. En dat de leukste accommodaties ook beschikbaar zijn. Wat is de beste reisperiode met kinderen? Ja. Met de kinderen ben je soms heel erg afhankelijk van wanneer ze op reis mogen. Hè. Zijn ze leerplichtig, dan zit je toch een beetje aan de schoolvakanties vast. Ik vond het geen nadeel om in de zomer, wat dan daar winter zou zijn, te reizen. Het is niet dat het winter is met ijs en sneeuw. Nee. Kijk, kerstvakantie is natuurlijk echt wel top. Dan is het in de Kaapregio natuurlijk wel echt het warmst. Ligt er ook dus een beetje aan waar je heen gaat. Dus als je in de zomervakantie gaat en je kinderen zijn boven de 6, dat zou ik wel willen aanraden om dan echt dat noordoosten te doen, omdat de temperatuur daar altijd wel goed blijft en het wildspotten weer heel erg goed is. En dat dan die Westkaap, daar is dan echt winter. Dus moet je denken aan misschien een graad of 15, iets meer, iets minder. Dus je moet wel echt je jas aan, het kan wel wat regenen. Ja, maar goed, alsnog, het is een prachtig gebied, dus het is niet dat het afdoet aan de reis, maar het is weer technisch, als je echt op zoek bent naar de zon, dan zou ik voor die zomervakantie, als het kan, dat noordoosten meer doen met kinderen. En
ja, die Kaapregio dan misschien wat meer in onze winter en dus de kerstvakantie. Ja, en omdat je geen tijdsverschil hebt, zou je dat ook inderdaad in de meivakantie of in de voorjaarsvakantie, als je net iets langer hebt. Want je hebt thuis geen jetlag. Nee, dat is ideaal. Stel dat je dan toch nog even Kaapst wil pakken in een korte vakantie. Dat kan. Zelfs een week reis hebben, dat je echt een week op safari gaat. Ja. Welke is de beste reisperiode voor het Krugerpark? De beste reisperiode is onze zomer. En dat komt omdat het daar dan dus het droge seizoen is. En wat we al even zeiden, die bladeren zijn gegeten van de bomen en het is gewoon droog. En omdat er weinig water valt, zijn er waterpoeltjes waar die dieren zich dus echt verzamelen. Ja. Dus je hoeft eigenlijk maar een beetje naar die poeltjes te rijden. En je ziet al veel dieren of die onderweg zijn naar dat poeltje. Waardoor je wel echt veel makkelijker wild kan spotten. Ook als je in je eigen auto zit, dat is toch een stukje moeilijker dan als je met een ranger op pad gaat. Die weet waar ze moeten zijn. Dus als met je eigen auto en die bomen zijn kaal, dan kan je er ook wel makkelijker doorheen kijken. Is dat gewoon wel makkelijker te spotten. Is mogelijk om alleen te reizen door Zuid-Afrika. Als je ervaring hebt in lange afstanden alleen rijden, dan kan het. Dus het is niet waar wij in eerste instantie van zeggen, oh ja, tuurlijk, dat kan. Maar we gaan dat wel even goed in gesprek met onze reizigers die alleen willen reizen. Van wat is je ervaring in überhaupt verre bestemmingen? In alleen reizen? En wat is je ervaring in lange afstanden alleen afleggen? Want ik noem dat even aan het begin van Johannesburg naar de Black River regio is zo al 5-6 uur rijden. Als je dat alleen moet doen, dan is dat best pittig. Dus daar moet je wel echt ervaring mee hebben. Dus het ligt aan je persoonlijke situatie of we het zouden adviseren of niet. Zit het stuur in huurauto aan de andere kant? Ja, ja. Stuur zit dus aan de rechterkant en je moet schakelen met links. Maar dat is eigenlijk, dan voelt het eigenlijk heel erg logisch. Ja, ja, ja. Zijn de zwembaden bij de accommodaties verwarmd? Goeie vraag. Nee. Dus ze hebben vaak een klein zwembadje, omdat ze natuurlijk echt kleinschalige accommodaties hebben. En die zijn niet verwarmd. Dus zeker in de wintermaanden daar in de Kaapregio. Ja, verwacht niet dat je kinderen of jijzelf na een lange dag nog even een plonsje kunt doen. Dat is heel persoonlijk inderdaad. Ja, ja ik, misschien sommigen niet, maar mijn medereizigers wel, ja. Ja. Als je in maart wilt, kan je dan nog boeken? Ja, maart moet zeker nog wel lukken. Laat het ons dan wel zo snel mogelijk weten. Dat we... Ja, het is soms als je kort van tevoren boekt, want ook last minute zijn natuurlijk heel erg welkom bij ons. Ik bedoel, dat kan altijd. Maar we vragen wel flexibiliteit. Die plekjes kunnen vol zijn, misschien moeten we de route een beetje omdraaien. Maar ook als je binnen nu en een paar weken wil gaan, het is heel graag. Even kijken. Nou, de gemiddelde prijs voor ongeveer 3 weken. Ja, dat is even afhankelijk ook van de route die je doet. De accommodaties die je kiest. Blijf je bij standaard? Kies je voor comfort? Heb je een binnenlandse vlucht? Hoeveel activiteiten heb je erbij? Slaap je in een privéreservaat of niet? Dat is een beetje lastig. Maar laat zeggen, vanaf €1500 per persoon. Exclusief de vluchten. Maar ja, het is echt vanaf. Dus gemiddeld misschien tussen €2000 en €2500 per persoon. Als je echt een wat completere reis wilt voor 3 weken. Laatste vraag dan. Laatste vraag. Heb je inentingen of malariapillen nodig voor de reis naar Zuid-Afrika? Dat ligt eraan. Het malaria-gebied is Krugerpark, Swaziland, een beetje echt die oostkant van Zuid-Afrika. En dan voornamelijk in het regenseizoen. Dus onze zomermaanden is het zo goed als malaria-vrij. Maar goed te weten dat het wel echt afhankelijk is per persoon. Heb jij onderliggende klachten, een medisch dossier al? Dus vraag dit echt naar bij de GGD, bij een thuisarts die jouw persoonlijk gebied kan adviseren welke inentingen je nodig hebt of je malariapillen nodig hebt of niet. Dat dien je echt zelf bij een arts na te vragen. Ik geloof dat de laatste vraag was. Ja.
Er zijn echt nog wel heel veel vragen, zie ik. Helaas kunnen we ze niet allemaal beantwoorden. Maar de komende weken, jaren, we zijn hier. Dus, ja, ons e-mailadres, zuidafrika@rikshatravel.nl. Stuur je vragen in met je gegevens en we nemen contact met je op. Ja, we nemen snel nog contact op. En onze website is ook uitgebreid. Zo af en toe wat vragen bij komen die ook op de website staan. Dus zijn we niet aan je vraag toegekomen. Kijk ook even op de website, zodat je alvast wat meer kan inlezen. En uiteraard hebben we natuurlijk heel graag. Ja, nou, we spreken je graag binnenkort. Ja, bedankt. Fijne zondag. Fijne zondag.